Goedenavond, dames en heren. De energietransitie vandaag de dag speelt zich grotendeels af rondom CO2 en klimaatverandering. En mijn eigen opvatting van de energietransitie is altijd dat het erom gaat dat de winkel open blijft terwijl de verbouwing plaatsvindt. En dat zie je bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energie. Je ziet gewoon de hernieuwbare energie als het ware naadloos invoegen. Of dat nou gaat om zonnepanelen op het dak of windmolens op zee. En dat komt gewoon bij het andere. Je investeert nu met traditionele energiebronnen zoals kolen, olie en aardgas om zonnepanelen en windmolens te fabriceren. Maar het leuke van het verhaal is dat dat soort producten vanaf dag 1 dat ze in gebruik genomen worden, gaan ze natuurlijk de traditionele energiebronnen vervangen. En de investering is ook zo interessant dat je zegt over hun hele levensduur geven ze ongeveer 5 of 6 keer de hoeveelheid energie als die je erin gestopt hebt om ze te maken. En dan komt er een punt, en wij noemen dat een tipping point, waarop er genoeg windenergie is of genoeg zonnepanelen zijn om zonnepanelen te maken met energie uit zonnepanelen of windmolens met energie uit windmolens. En dan gaat het natuurlijk heel hard. Nou, dat is wat mij betreft de essentie van de energietransitie. Nou, laat ik het eens betrekken op onze grote petrochemische complexen in Nederland. Wat we daar zo al doen om die CO2-voetafdruk te verminderen. Op de allereerste plaats gaat het erom om je operaties zo efficiënt mogelijk te doen verlopen. Dus per eenheid product wat naar buiten gaat, wil je zo min mogelijk energie instoppen. Dat is ook goed voor de klant, want daarmee maak je de product natuurlijk ook goedkoper. Het tweede ding waar we veel aandacht aan besteden, dat is te kijken naar de reststromen. De dingen die uit onze fabrieken komen, wat kun je daar nog mee? Nou, twee hele belangrijke zijn warmte. We produceren een heleboel restwarmte. Nou kun je dat gewoon in de rivier lozen of in de haven. Maar je kunt ook zeggen, kan ik daar iets mee? Bijvoorbeeld stadsverwarming. Een andere vorm is natuurlijk het CO2. Die gaat naar de kassen in het Westland. Want daar groeien de planten heel erg goed op CO2. Dat hebben ze gewoon nodig. En voorheen verbranden de kwekers gewoon aardgas. Niet voor de warmte, maar om CO2 te krijgen voor de planten. Dan de CO2-opslag, ondergronds. Nou, we hebben natuurlijk het Barendrecht-drama gehad een aantal jaar geleden. De volgende pogingen gaan veel meer richting de Noordzee. Omdat je op de Noordzee natuurlijk de mogelijkheid hebt om in de oude gasvelden CO2 op te slaan. Je hebt de infrastructuur van de pijpleidingen, et cetera, daar ook liggen. En tenslotte kun je ook gaan herontwerpen je processen. Waar we nu heel veel warmte en stoom gebruiken, heel veel druk, moet je gaan nadenken of dat je niet andere processen kunt gaan ontwerpen waarbij je bijvoorbeeld meer gebruik kunt maken van elektriciteit en minder van de warmte van een vlam. En daar waar bijvoorbeeld strakjes wind- en zonne-energie al dan niet via de tussenstap van waterstof ingevoegd worden. Dank u wel. Heel wat. Dank. Blijf er even bij, hè? Ja. Ja. Pieter, jij bent sectorhoofd bij het PBL. En wat heeft Shell dan nodig van de overheid? Nou, ik denk dat waar Shell en andere bedrijven heel veel aan zouden hebben, dat is niet voor niets de titel van de balans, dat richting geven. Neem die warmtenet. Hè? Dus dan heb je een kolencentrale en die gooit nu alles in het water. En je wil graag natuurlijk die warmte van die kolencentrale gebruiken. En dan ga je die pijp leggen naar de huizen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, hey, maar is het over 20 jaar willen we eigenlijk helemaal geen kolencentrales meer hebben natuurlijk. Want die horen niet bij dat systeem. Nou, dat is natuurlijk een voorbeeld van waar je wel met elkaar moet nadenken over hoe passen die stappen bij elkaar, zodat we een beetje op een handige manier naar op die lange termijn uitkomen. En ik denk als de overheid die richting niet geeft, dan weten ook bedrijven die daar zelf graag veel aan zouden willen doen, die kennen die kaders niet. Wij hebben onlangs met verschillende andere bedrijven een pamflet gepubliceerd waarin wij pleiten voor de versnelling van de energietransitie. En omdat wij denken dat het ook een heleboel groene welvaart kan brengen, een heleboel groene banen.
En daar past een lange termijn beleid van de overheid heel erg goed bij. En of het gaat via een klimaatautoriteit of via een klimaatwet, je wil eigenlijk iets hebben wat een soort van ankerpunt is waarvan we allemaal op afgaan. Ik proef een behoefte aan richting waarvan ook iemand vanuit Shell zegt, laat maar komen. Ja, zeker. Tof, ja. Dank. Applaus.